controleer je het aantal geïndexeerde pagina's op een website. En wat ik daarmee bedoel is heel simpel. Hoe kun je kijken hoeveel pagina's een website heeft? Ik zal het even uitleggen, want sommige mensen begrijpen dit niet. Als dit je website is, dan, dus dit is bijvoorbeeld ilkedeboer.nl, dan heeft ilkedeboer.nl heeft allemaal kleine of grote pagina's. Dus een pagina is heel wat anders dan een website. Een pagina staat op een website en is een onderdeel van een website. Een website is niet een pagina, kan ook een pagina zijn, maar over het algemeen heeft één website heeft meerdere pagina's. En dat kan bijvoorbeeld meerdere artikelen zijn, of meerdere artikelen in je webshop of wat dan ook. Dat zijn allemaal pagina's. Dus dit is een heel slechte tekening, dit, maar dat maakt ook niet uit. Dit is de website en dit zijn alle pagina's en daar gaat... Dat zit allemaal aan elkaar gelinkt. Dus dat is één groot geheel. En ik haal hem snel weg, want je ziet ook wel, het ziet er niet uit. Nou, waarom zou je dat willen weten? Ten eerste, het is heel handig voor onderzoek naar concurrentie. Nou, ik doe het zelf bijna nooit, kijken naar concurrentie. Maar toch, als je wil kijken van nou, welke artikelen heeft mijn concurrent allemaal geschreven, wat hebben ze allemaal op hun website staan, en zulke dingen, dan kan het interessant zijn. Wanneer het helemaal interessant is, als je bijvoorbeeld websites wil overkopen. Dus als jij een website wil kopen, dan kun je kijken naar hoeveel pagina's zijn er geïndexeerd in Google. Nou, dat is een hele simpele truc, zeg maar, die je kan toepassen. Als jij wil kijken hoeveel pagina's er geïndexeerd zijn in Google. Dus hoeveel pagina's Google ziet. Dus site, dubbele punt. En dan in mijn geval bijvoorbeeld ilkedeboer.nl. En als ik dan op Google zoeken klik, dus site, dubbele punt, ilkedeboer.nl. Dus geen spaties nergens, site, dubbele punt en dan... een naam.nl en dan moet je geen www ervoor zetten, maar gewoon de naam.nl en dan Google zoeken. Dan zie je dat ik 136 pagina's heeft Google gezien. Dus ziet Google. Google ziet 136 pagina's in Google. En ziet dus dat ilkedeboer.nl 136 pagina's heeft die geïndexeerd zijn. Dus daarmee kun je dus vervolgens kun kijken van nou, welke pagina's zijn er allemaal geïndexeerd. Waar heeft die jongen het allemaal over? En zo zie je dus allemaal pagina's op mijn website. Als je hier bijvoorbeeld ziet, ilkedeboer.nl/636, heel slecht geïndexeerd. Of een slechte titel trouwens. Dat is voor mij een van de slechte titels op mijn website. Nou, we hebben de klant gehaald. Nou, dat kan interessant zijn. Klik je daarop. En dan zie je ook dat Daniel en ik, Daniel is mijn vrouw, we zijn op 12 juni zijn we getrouwd. En we hebben toen inderdaad de klant gehaald. Je ziet mij zie je hier. In het pak, dat zul je niet zo vaak zien. En je ziet hier Danielle, mijn vrouw, prachtig in een bruidjurk. Weet je, we hadden de klant gehaald en toen hebben we het ingescand. En dat staat op mijn website. Nou, dat is no big deal. Als je hier kijkt, Cliff Jump. Dat is helemaal niet relevant, wat ik nu allemaal moet zien. Maar ik zie het allemaal staan. Ik vind het wel grappig om te zien. Klik hier op play, zie je mij hier zo. Oh, dit geluid eruit. Eigenlijk moet ik het geluid aan, want je hoort me heel erg kreunen als ik naar beneden spring. Hier sta ik dus, hierboven. En dan ga ik. Nou, dat kun je dan ook zien als je gewoon geïndexeerde pagina's ziet. Maar wat je ook ziet is, je ziet gewoon alle pagina's die Google heeft geïndexeerd. En zo kun je dus zien welke pagina's allemaal op een website staan. Heel simpel, maar best wel waardevol. Omdat je zo heel goed marktonderzoek kunt doen. Je kunt kijken wat een website waard is. Hoe meer pagina's geïndexeerd, des te beter over het algemeen. En niet altijd, maar over het algemeen. En je kunt natuurlijk zien wat een website allemaal inhoudt. Dus best interessant om dat op deze manier te doen. Nogmaals, je doet het gewoon heel simpel door... even kijken, ik zal het even aanstrepen. Site, dubbele punt... in te voeren en dan het domeinnaam erachter te zetten. Dus geen www ervoor, geen http, helemaal niks. Gewoon naam.nl of .com of .info of .org of wat dan ook. Hele simpele techniek, maar wel best wel waardevol.